Het personeel van de afdeling vervoer van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het vertrouwen in afdelingshoofd Harriet Garconius opgezegd. Onze nieuwsdienst heeft de hand kunnen leggen op enkele dossiers waaruit blijkt op basis waarvan het personeel tot dit besluit is gekomen. Beleidsadviseur bij het ministerie, Hesdy Pigot, geeft aan dat Garconius al 25 jaar binnen de afdeling functioneert en nog nooit in problemen is geraakt met het overig personeel. In een brief welke gericht is naar de leiding van het ministerie, zijn er diverse zaken aangehaald, zoals nepotisme en slechte communicatie. Er is na de COVID-periode aangegeven dat men weer moet komen tekenen wat hun presentielijst betreft. Men moet weer op kantoor zijn en ik denk dat dat waarschijnlijk niet in goede aarde is gevallen en dat misschien beter gecommuniceerd had moeten worden. Maar dat komt nog wel. Maar als er fouten zijn en als er handelingen gepleegd zijn en wat men zegt van nepotisme, daar doen wij absoluut niet aan mee. Ik ben nog daar gegaan. Tenminste, toen u in het voorgesprek ben ik nagegaan, is er inderdaad een traject van de echtgenote van de mevrouw. Wat ik begrepen heb, dat er 10 jaar geleden er chauffeurs nodig waren voor vakantievervoer. En dat er 10 jaar geleden toen een traject voor vakantievervoer is gereden. Maar dat is al 10 jaar niet meer aan de gang. En de schoonmoeder, heb ik begrepen, die rijdt al geruime tijd en niet nu. Ja, u moet ook weten dat ik nu ik bezig ben de trajecten te bekijken, zie je hele families op bepaalde trajecten hoor. Dus natuurlijk, je gaat ervan uit, de mensen werken niet daar. Maar u schrikt als u de namen ziet op de trajecten die voorkomen, wie er allemaal rijdt. Vanaf directeuren tot gewezen DNA-leden, noem maar op. Pigot geeft aan dat er nu een reorganisatie gaande is binnen de afdeling, waarna er een betere structuur zal komen. Mensen die fout zijn, die de fout in zijn gegaan en die als het ware hebben verdiend wat ze niet moeten verdienen, die gaan in elk geval het teveel verdiende terug moeten storten. En in het ergste geval zullen die mensen verwijderd worden van de trajecten. Maar meneer Pigot, even terugkomend, u praat over 10 jaar geleden. Maar ik heb een nota ingezien, gedateerd 6 januari 2022, dit jaar nog. Een nota van wie? Van wie? Op naam van, ik zal de naam niet noemen, maar ik heb begrepen dat dat de partner is van die mevrouw. Oké, als u mij die nota doet toekomen, zal ik dat onderzoeken. Dus, maar degene die de dossiers hebben gestuurd naar mij, zei dat de minister hiervan op de hoogte is van al deze zaken. Die zijn gestuurd naar de minister en naar de directeur. De minister en de directeur. En toch zien ze dat er niks gebeurt. Ze geven aan dat er ook een klatonderzoek moet komen. Ook dat laat op zich wachten. Nee, maar ik heb u net aangegeven hoe dat zit. Ik heb u net uitgelegd. Ja. De klat heeft zijn werkwijze. De minister is niet de baas van de klat. De minister heeft de medewerking van de minister van Financiën ingeroepen. En de klad is bezig, ze zijn begonnen op de afdeling financiële zaken en zo gauw ze daar zijn, komen ze naar de Jefferensstraat, de technische dienst. Pigot helpt bij de afdeling gebouwen en terreinen waar de afdeling vervoer een onderdeel van is. Bij deze afdeling is er een reorganisatie gaande. Waar zaken mis zijn gegaan, proberen we te herstellen, meent Pigot. Ook zegt hij dat bij beschuldigingen er bewijzen moeten zijn, zodat de leiding de juiste handelingen kan plegen.